Hoofdstuk 34. Het duurde even voor de aanvoerder van het Himuyai doorkreeg dat er iets grondig mis was gegaan. Voor de tweede keer al, die dag. Er zat een flink gat in de stroom ruiters die terugkeerden naar de linies. Hij keek naar het front van de Scandiërs en zag tot zijn ontzetting een hele berg gesneuvelde paarden en strijders. De commandant had tevreden staan kijken naar de grotere tactische bewegingen en had helemaal niet opgemerkt dat er vier keer snel achter elkaar op twee van zijn Ulans geschoten was. Hij wees met zijn lans naar de terugkerende formaties. Wat is daar gebeurd? Vroeg hij geïrriteerd aan zijn adjudanten. Maar net als hij had geen van hen precies gezien wat er gebeurd was. Dus keken ze alle wezenloos naar het slagveld. Daar kwam een enkele ruiter naar hen toe gegaloppeerd. Hij riep de naam van de commandant. Generaal Haskam, generaal. De man zwaaide in het zadel en aan de voorkant van zijn leren kuras was doorweekt van het bloed dat uit verschillende wonden stroomde. Ook de flanken van zijn paard zaten onder het bloed en tot zijn schrik zag de commandant dat het paard op tenminste drie plaatsen door pijlen was getroffen. Paard en ruiter kwamen slimmend tot stilstand vlak voor de commandopost. Dat was meteen ook de laatste actie van het paard. Verzwakt door bloedverlies zakte het langzaam door de knieën en viel daarna opzij. De gewonde ruiter kon nog maar net op tijd zijn laarzen uit de stijgbeugels trekken en zich van het dier losmaken. Fronsend herkende Haskam zijn vroegere hoofdinlichtingen. Zoals Binzak had aangekondigd, had hij zich blijkbaar inderdaad aan het front van de troepen aangesloten bij een van de aanvallende Ulans. Helaas voor hem had hij hetzelfde bataljon uitgekozen als Wil. Generaal, kreunde de stervende man, ze hebben boogschutters. Hij strompelde een paar passen in hun richting en nu konden ze zien dat er nog minstens twee afgebroken pijlen uit zijn borstkas staken. Naast hem op de grond slaakte het paard een laatste enorme zucht, sidderde over zijn hele lijf en was dood. Boogschutters, fluisterde de man, nauwelijks verstaanbaar, en zakte ook op zijn knieën. Haskam wendde zich met moeite af van de stervende kolonel en tuurde naar de linies van de vijand. Er waren geen boogschutters te zien. De Scandiërs stonden een paar rijen dik op het smalste deel van de kuststrook opgesteld, achter een aarden bolwerk. Maar daar aan de kant van het strand stonden achter de mannen nog een andere groep, met een eigen bolwerk. En net als de anderen beschermde er een rij vierkante schilden. Boogschutters zag hij niet. Er was maar één manier om uit te zoeken waar ze zaten, wist hij. Hij gebaarde naar de volgende 10 Ulans. Aanvallen, zei hij kortaf. En de trompetter blies het bijbehorende signaal. En weer vulde de lucht zich met gerinkel van paardentuigen en het donderende geluid van ruim 2000 paardenhoeven, terwijl ze op de vijand afstormden. Vlak voor de commandant zakte de kolonel in elkaar. Hij bleef met zijn gezicht naar beneden in het met bloed doorwekte gras liggen. Haskam salueerde op de Timuyai manier door zijn linkerhand naar zijn mond te brengen en daarna met de vloeiende beweging zijn arm naar links en omlaag te bewegen. Zijn staf volgde het voorbeeld van een aanvoerder. Binzak had zijn eerdere fouten weer goed gemaakt, dacht de generaal. Hij was er uiteindelijk toch in geslaagd zijn commandant vitale inlichtingen te verschaffen. Zelfs al had hem dat het leven gekost. Wil keek gespannen naar de naderende cavalerie die weer aan haar wervelende rondeldans begon. Arnoud die naast hem bewoog onrustig heen en weer, maar zijn instinct zei de jonge jager dat hij zijn mannen nog niet moest laten zien. Nog even wachten, zei hij zacht. Half en half had hij er rekening mee gehouden dat de Timuyai nu al een gerichte aanval op zijn positie zouden beginnen, om het gevaar van de schutterij meteen uit te schakelen. Maar deze aanval liep gewoon volgens hetzelfde patroon als de eerste. Langs het hele front rijdend, schieten, aanvallen met het kromme zwaard en weer schieten. Dat kon maar één ding betekenen. De aanvoerders van de Timuyai wisten nog niet precies waar het gevaar school. De pijlen daalden neer op de Scandische linies en weer beschermden de mannen zich met hun grote schilden. En net als de eerste keer kwam er een tweede groep bliksemsnel achteraan om met hun lange kromme sabels op die schilden in te hakken. Dit keer concentreerde Wil zich op de bataljons daarachter, die op de Scandiërs zouden gaan schieten zodra hun sabeldragende metgezellen zich terugtrokken. Hij zag welke het was, een hele Ulan, die 50 meter voor de Scandische linies ongeduldig stond te wachten. Pijlen, schreeuwde Wil naar achteren, en tegen Arnoud, hou de schilden gewoon voor ons. Hij had gevoeld dat de grote jongen naast hem diep ademhaalde om het bevel te geven, de schilden weg te trekken. Maar Wil wilde zijn mannen zo lang mogelijk aan het oog van de vijand onttrekken. Klaar, riep Evelien onder hen. Alle pijlen lagen op hun ongeduldige pezen. Links en nog eens half links, riep Wil.
Gelukkig begrepen de boogschutters precies wat hij bedoelde. Als één man draaiden zij zich in de richting die hij had aangegeven. Hij had de volgorde van de bevelen veranderd, maar ze leken door te hebben wat hij van plan was. Positie 3, riep Will nu. Alle armen kwamen bijna tegelijk recht omhoog. Schilde weg, zei Will gedempt tegen Arnoud, en hij hoorde hoe het bevel luider herhaald werd. Spannen. In zichzelf, zei Will, telt tot 3 tot alle bogen maximaal gespannen zijn. En daarna zei hij hardop, schiet, om meteen daarna te schreeuwen, schilden terug. Arnoud herhaalde wat hij zei, en daar vlogen de schilden weer terug, zodat de boogschutters beschermd waren voor het tegensalven dat ongetwijfeld zou volgen. En misschien ook tegen de oplettende blikken van de commandopost aan de overkant. De seconden leken minuten te duren, tot de regen van pijlen neersloeg op de Ulan, die net wilde gaan schieten op de bres, die de sabels van hun metgezellen hadden geslagen in de rijen van de Scandiërs. En net als de eerste keer ontstond een enorme verwarring in het bataljon, terwijl mannen schreeuwend uit het zadel vielen, paarden steigerden en botsten en bloedend en gek van pijn op de verkeerde kant opdraafden. Omdat ze zo dicht op elkaar bleven, vormde de arme Timuyai een ideaal doelwit voor het volgende salvo pijlen van Will en zijn mannen. Tenminste 20 ruiters waren door de eerste pijlen gevallen, zag Will, inclusief de aanvoerder. De sergeant schreeuwde tegen de overlevenden dat ze zich weer moesten opstellen en wegrijden, weg van de slagpartij. Haskam had het weer net niet gezien hoe het eerste salvo zijn mannen trof, maar uit hun ooghoek zag hij wel 100 schilden tegelijk weggetrokken en weer werden teruggeschoven in één vloeiende beweging leek het wel. Als een deur die open en dicht sloeg. En enkele tellen later zag hij een van de 10 bataljons in rep en roer raken en in volslagen wanorde uiteenvallen. Maar daar gingen die schilden opnieuw heen en weer en nu kon hij de schutters ook zien. Het waren er minstens 100, schatte hij, die soepel en glad samenwerkten en een nieuw salvo richtten op de wegvluchtende Ulan, die zo net nog de Scandiërs had willen aanvallen. Terwijl de schilden weer terugschoven, zag hij de ene ruiter naar de andere van zijn paard vallen. En weer gingen de schilden als één opzij, en dit keer zag hij zelfs zwarte wolk pijlen tegen de blauwe lucht, eerst langzaam omhoog komend, om dan onherroepelijk neer te regenen op een volgende Ulan die aankwam galopperen. De generaal draaide zich om en keek zijn derde zoon aan, een kapitein in de generale staf. Hij wees met zijn lans naar de rij rechthoekige schilden op de kleine verhoging links achter de Scandische linies. Daar staat de schutterij, riep hij. Ga met een Ulan polshoogte nemen, ik moet meer weten. De kapitein salueerde en drukte zijn sporen tegen de buik van zijn paard. Hij riep bevelen naar de aanvoerder van het dichtstbijzijnde bataljon van 60 ruiters en galoppeerde weg langs de voorste linies van het Timuyai-leger. Achter de Scandische linies werkten Will en Arnoud vlekkeloos samen. Salvo na salvo werd afgeschoten op de wegdraaiende ruiters. Ook bij hen nu vielen enkele slachtoffers, aangezien sommige Timuyai-ruiters begrepen wat er gebeurde en gericht begonnen terug te schieten. Maar de goed gedrilde schilddragers deden hun werk naar behoren en de tactiek om de schilden steeds maar enkele seconden opzij te schuiven werkte wonderwel. Bovendien begonnen de Scandiërs door te krijgen wat het effect was van die grote hoeveelheden pijlen die allemaal tegelijk op de vijand werden afgevuurd. Iedere keer dat er een regen van pijlen neerdaalde op de ruiters en er ineens vele zadels zonder berijder verder reden, klonk er een gejuich op uit de rijen van de bijlzwaaiers. Nu begon Will ook de Kayin scherpschutters op te merken, die vanuit elke Ulan met boogschutters hun pijlen specifiek op hem en Arnoud begonnen te richten. Hij had net nog een persoonlijk duel met 2 van hen gevoerd en zag tot zijn genoegen dat er een uit het zadel viel met een van zijn pijlen dwars door zijn borstkas. Arnoud gaf hem een elleboogstoot en wees. Kijk daar, zei hij. En Will, die de lijnen van Arnouds uitgestrekte wijsvinger volgde, zag een nieuwe Ulan uit de linies van de Timuyai naar voren komen, recht op hun positie af. Ze maakten er geen rondedans van. Ze kwamen gewoon recht op en af gegaloppeerd, zo hard als ze konden. Ze hebben ons in de gaten, zei Will. Daarna riep hij naar zijn mannen, recht vooruit, halve slag rechts, pijlen. Handen grepen naar pijlen in de manden tussen de mannen in en legden deze vol zelfvertrouwen op de pezen. Klaar, daar was Evelien weer. Will grijnsde even toen hij eraan dacht hoe Halt zich had afgevraagd of ze niet alleen maar in de weg zou lopen. Hij was ineens blij dat de oude jager die discussie had verloren. Maar daarna richtte hij zijn aandacht weer op de aanstormende ruiters en schatte hun snelheid. Ze schoten zelf al, pijlen knalden met droge tikken tegen de schilden naast en voor hem. Maar ook nu waren Will en zijn mannen in het voordeel. Ze konden schieten zonder wild bewegende paarden onder zich en werden bovendien beschermd door een sterke muur van schilden.
Positie 2, riep hij. Spannen. Schilder weg, beval Arnoud, net op het juiste moment. Schiet, schreeuwde Wil. En schilder, brulde Arnoud, terwijl hij meteen zijn eigen schild weer voor zijn vriend schoof. De boogschutters waren niet meer dan enkele seconden blootgesteld aan vijandige pijlen, toch vielen er ook nu weer enkele slachtoffers, omdat de Timurjai gewoon door bleven schieten terwijl ze aangestormd kwamen. Maar toen bereikte hun eigen eerste salvo de eerste linie van de nieuwe vijand en de voorste 12 ruiters werden finaal neergemaaid. De paarden en mannen achter hen kwamen meteen ten val. De rij daarachter probeerde nog te ontwijken, maar vergeefs. Paard na paard kwam te vallen. Hun ruiters probeerden weg te rollen van hun zware lijven en trappende hoeven. Een paar van hen slaagden er nog in over de hindernissen voor hen te springen en weg te rijden. Terwijl de rest probeerde om weer enig orde in hun rangen te scheppen, trof hen al het volgende salvo, nauwelijks 10 seconden na het vorige. De zoon van Haskam, met een pijl in zijn dij en een andere dwars door het zachte vlees tussen hals en schouder, lag plat over de nek van zijn paard. Hij zag hoe de muur van schilden zich opende en weer sloot en hoe er in paardtellen een stroom van pijlen op hen afkwam. Hij zag ook 2 hoofden die op een extra versterkte hoekpunt aan de zijkant van de schilden in zijn richting keken. Het was het stukje informatie dat zijn vader moest hebben. Hij keek toe en zag hoe nog 2 salvers omhoog gingen en neerdaalden. Gelukkig waren die gericht op een andere ulan die hem te hulp geschoten was. Hij kon zelfs de bevelen horen die de 2 hoofden gaven. Een van die stemmen klonk belachelijk jong. Het werd vandaag al vroeg donker, dacht hij. Meteen daarop besefte hij dat het pas ochtend was. Het deed pijn om even omhoog te kijken. De lucht was helder blauw en ineens besefte hij tot zijn grote schrik dat hij stervende was. Hij ging dood en hij had belangrijke informatie die hij aan zijn vader moest overbrengen. Kreunend van pijn was hij overeind te komen en strompelde hij terug naar de Timurjai-linies. Hij zigzagde tussen de dode paardenlijven door. Een paard zonder berijder draafde langs en hij probeerde de teugels te grijpen, maar hij was te zwak. Toen hoorde hij ineens achter zich geroffel van snelle paardenhoeven en een sterke hand greep hem in de kraag van zijn vest, trok hem omhoog en sleurde hem dwars over een zadelknop. Daar bleef hij kreunend van pijn als een zoutzak liggen. Hij keek moeizaam omhoog om te zien wie zijn redder was. Het was een sergeant van een van de andere ulans. Breng me naar generaal Haskam, fluisterde hij. En de sergeant, die de insignes van de staf op zijn schouders herkende, knikte. Hij rukte aan de teugels en reed in de richting van de commandopost. 3 minuten later vertelde de dodelijk gewonde kapitein zijn vader wat hij had gezien. 4 minuten later was hij dood. Hoofdstuk 35. Vanuit de centrale commandopost keken Halt en Irak toe hoe de geoliede machine van de boogschutters de Timurjai in het nauw brachten. Nu de aanvallers wisten wat hun te wachten stond, kregen Wil en zijn mannen de kans niet meer om even woestend toe te slaan als hun de eerste keren gelukt was. Maar toch slaagden de schutters erin om met hun massale pijlenregen de Timurjai steeds weer zware slagen toe te brengen. Bovendien besefte de Timurjai dat er eindelijk een effectieve verdediging verzonnen was tegen hun favoriete aanvalstactiek. Ze waren gewend om 1 bataljon naar voren te laten gaan om van man tot man met de blanke sabel te strijden, terwijl een 2e ulan boogschutters klaar stond om een rugdekking te geven. Met een regen van pijlen zouden ze letterlijk in de bres springen zodra de eerste golf aanvallers zich terugtrok. Maar nu, zo wisten zij, zou die 2e groep boogschutters onmiddellijk zwaar onder vuur komen te liggen van de Scandische boogschutters. En het was voor de Timurjai een heel nieuwe ervaring. Het was hun niet eerder voor overkomen dat hun tegenstanders zo gedisciplineerd en effectief terugschoten. Maar laffers waren het niet, de Timurjai. Enkele bataljonscommandanten kozen nu voor keiharde aanvallen in plaats van tactische spel te prikken. Ze stormden recht op de Scandische linies af, lieten hun bogen voor wat ze waren, trokken meteen de blanke sabel en probeerden in gevechten van man tegen man door de hechte linies van de Scandiërs heen te breken. Hoeveel mensenlevens het ook zou kosten, ze moesten en zouden een doorbraak forceren. Ze waren dapper en het waren geoefende strijders. Tegen de meeste tegenstanders zouden de wanhopige pogingen het gewenste effect gehad hebben. Maar niet tegen de Scandiërs, die als geen ander volk juist de voorkeur hebben voor deze vorm van vechten. De Timurjai hadden erop geoefend, voor de Scandiërs was het alledaags werk. Kijk, daar houden wij van, riep Irak dan ook opgewekt. Terwijl hij naar voren stormde om 3 Timurjai die over de aarde borstwering getuimeld kwamen, persoonlijk tegen te houden. Halt werd ruw opzij geschoven, terwijl Ragnak zijn rechterhand te hulp schoot.
Zijn enorme strijdbijl maakte korte metten met de kleine donkere krijgers, die nu als meren over de aardewal leken te stromen. Halt bleef op de achtergrond. Hij vond het prima dat het Skandis het opname tegen de kromme sabels van de Oosterlingen. Hij speurde in het rond, tot hij zag waar hij naar zocht. Een van de scherpschutters van de Timuyai, herkenbaar aan het rode insigne op zijn linkerschouder. De mannelijk keek op zijn beurt onderzoekend naar de groep vechtende mannen voor hem. Hij merkte Ragnak op toen deze de mannen achter hem opriep om hem hulp te komen en de besten die Timuyai hadden geslagen weer te dichten. En daar kwam langzaam maar zeker de grote boog omhoog, de zwarte pijl zonder haast naar achteren getrokken. Maar hij liep net 2 seconden achter op halt, wiens handeling hij leek te imiteren. De grote boog van de grijze jager leek zijn eigen pijl uit te spugen, net voordat de Timuyai zijn boog volledig gespannen had. De man heeft nooit geweten waardoor hij geraakt werd, maar viel woordeloos achterover van zijn paard. Plotseling was het voorbij. De Timuyai die nog leefde, klauterde als eekhoorns terug over de borstwering. Aan de andere kant rolden ze snel als ze konden naar de ruiteloze paarden, die daar onaangedaan stonden te razen, en sprongen in het zadel. Ragnak en Eak stonden breed te grijnzen. Eak gaf Halt een klap op zijn schouder, die hem voorover deed vallen. "Dat zal ze leren," zei hij, terwijl de Orbejal instemmende kielgeluiden maakte. Halt krabbelde weer overeind. "Fijn dat jullie je zo amuseren," zei hij droogjes. Eak begon te lachen, maar keek weer ernstig toen hij naar een rechterflank knikte, waar de groep boogschutters nog steeds de vluchtende Oosterlingen salvo na salvo achterna zond. "Die jongen heeft het heel goed gedaan," zei hij. Halt merkte ineens verrast op dat Eak zowaar een beetje trots leek te zijn. "Daar heb ik ook geen seconde aan getwijfeld," zei hij kalm. Hij draaide zich om toen ineens de zware arm van Ragnak zich om zijn schouders vlijde. Hij wenste dat de Skandiërs niet zo aanrakerig werden zodra zij hun emoties wilden tonen. Ze waren zo groot en zwaar, je zou haast een breuk aan overhouden. "Nou, ik moet toegeven, jager, dat je het bij het rechte eind had," zei de Orbejal. Hij wees met een breed armgebaar naar de versterkingen voor hen. "Ik dacht dat we dit allemaal niet nodig zouden hebben, maar ik moet toegeven, ik denk niet dat we tegen de duivels ook maar 1 kans hadden gekregen als we er gewoon op los hadden geslagen, zoals we anders doen. En wat de jongen van je betreft," ging hij verder, naar Wil wijzend, "ik ben blij dat we zo goed voor hem gezorgd hebben toen we hem gevangen hadden." Eak fronste verontwaardigd zijn wenkbrauwen. Hij werd nog steeds kwaad als hij eraan dacht hoe Wil in helse omstandigheden naar buiten had moeten werken. Daar had hij het zonder zijn ingrepen nooit levend van afgebracht. Maar hij hield zijn mond. "Als je opperbevelhebber bent, dan mag je blijkbaar je ogen sluiten voor bepaalde onaangename dingen." Halt stond kritisch te kijken naar Wil en zijn positie daar op de rechterflank. Onder de mannen die de schutters beschermden, waren tot dan toe weinig slachtoffers gevallen. Het was duidelijk dat de Ulans wel 2 keer nadachten voordat zij zich wagen een aanval op de rechter, voor hen linkerflank. Bang als ze waren voor de pijlen van de boogschutters daarachter. Het was er niet ontgaan wat er gebeurd was met die eerste Ulans, die recht op de schutters waren afgestormd. Maar hij wist ook dat de generaals van Timuyai iets terug zouden willen en moeten doen. Ze hadden te veel manschappen verloren, zowel door de pijlenregens als in de gevechten van man tegen man. Ze zouden snel met een oplossing moeten komen voor de onverwachte problemen waar ze tegen aangelopen waren. Het zou hem niet verrast hebben dat Haskam op datzelfde moment precies hetzelfde dacht, en hij had graag willen weten wat de Timuyai van plan was. Haskam vloekte zachtjes in zijn baard, terwijl hij de rapporten over de gevallenen van zijn commandanten hem gebracht hadden doorlas. Hij wendde zich tot Nietzak, zijn rechterhand, en wapperde met de stukken perkament in zijn hand. "Zo kan het niet verder gaan," zei hij dreigend. Zijn adjudant boog zich voorover en draaide zijn hoofd in een vreemde hoek zodat hij mee kon lezen wat daar in haast opgesteld was. Daarna haalde hij zijn schouders op. "Niet best inderdaad," zei hij, "maar een echte ramp is het nog niet. We zijn nog steeds fors in de meerderheid, we kunnen het hen uiteindelijk vernietigen of ze nu boogschutters inzetten of niet. Maar het lukt hen niet ons eeuwig tegen te houden." Maar Haskam schudde geërgerd zijn hoofd. Nietzak had zojuist iets bevestigd wat hij al langer dacht. Zijn adjudant was een goede aanvoerder in de strijd, maar zijn blik was te beperkt om ooit uit te groeien tot een echte opperbevelhebber. "Nietzak, we hebben al ongeveer 1500 man verloren, gedood of gewond. Dat is bijna 1/4 van onze beraten troepen. En als we zo verder gaan, zijn we zo nog 1/4 kwijt." Nietzak haalde zijn schouders op. Net als de meeste Timuyai-officieren, interesseerde het hem maar matig hoeveel strijders er sneuvelden, als hij uiteindelijk de slag maar won. Dat Timuyai sneuvelde, dacht hij, daar zijn ze voor geboren. Haskam las zijn lichaamstaal en wist haarfijn te duiden wat er in hem omging.
We zijn wel 2000 kilometer van huis, zei hij tegen zijn adjudant. Vergeet niet dat we verondersteld worden dit stuk bevroren monderier te veroveren, zodat we uiteindelijk het Ara-land kunnen binnenvallen. Hoe denk je dat te doen als we nog maar de helft van onze troepen overhouden? Weer haalde Nitzak zijn schouders op. Wat was er zo moeilijk? Hij was niet anders gewend dat zijn veldslagen wonnen, de ene na de andere. Het idee dat ze ooit zouden kunnen verliezen kwam niet eens in hem op. Maar we hadden toch op gerekend dat hier slachtoffers zouden vallen of niet dan? Vroeg hij. In een voor hem ongewone uitbarsting van emotie schold Haskam hem nu de huid vol. Ben je helemaal gek geworden? We gingen ervan uit dat hier wat schermutselingen zouden tegenkomen. En meer niet. Geen heuse veldslag tegen een goed georganiseerd leger. Gebruik je hersens, Nitzak. Als we hier verliezen, kunnen we misschien niet eens meer heel huis naar huis. Dat was een onprettige gedachte, moest Nitzak toegeven. De Temujai waren 2000 kilometer van hun huis verwijderd. 2000 kilometer barre steppen. En op elk van die 2000 kilometers konden ze zomaar een verontwaardigde vijand tegenkomen die ze eerder verslagen hadden. En landen die ze onderweg veroverd hadden en waar de bewoners elke gelegenheid zouden aangrepen om in opstand te komen tegen de gehate en inmiddels zo verzwakte Temujai. Nitzak zat zwijgend op zijn paard. Hij was boos dat zijn aanvoerder hem zo onheus bejegend had, nota bene waar andere officieren bij waren. Het was tegen de Temujai-etiket om zo tegen je adjudant tekeer te gaan. Wat stel jij dan voor? Vroeg hij uiteindelijk. Het duurde een hele tijd voordat de generaal antwoord gaf. Hij staarde naar de open vlakte naar de aardewal, waarachter de Scandiërs vrolijk en weer drentelden. Hij keek naar de commandopas in het midden en daarna naar de schutters die daar links bij de zee moesten staan. Die twee posities, wist hij, vormden de sleutel tot de overwinning. Na lang nadenken kwam hij tot het besluit. Hij richtte zich tot zijn adjudant. Haal onmiddellijk alle Kajins weg uit de voorste 50 Ulans. Maak er een speciale eenheid van. Het wordt hoog tijd dat we vergoed afrekenen met die vervloekte boogschutters. Hoofdstuk 36. Daar heb je ze weer, riep Arnoud. Will en Evelyn draaiden zich allebei om en keken in de richting van de vijandelijke linies. De ruiters trokken weer op, in langzame draf. Dit keer leek het of er een grootscheepse aanval zou volgen. Haskam had ongeveer 2000 manschappen tegelijk ingezet en viel nu de Scandische linies frontaal aan. Daar kwamen ze aangereden. Het gedende van 8000 hoeven weer klonk door de hele vlakte. Ze vielen aan in wichtvormige formatie die recht op het midden van de Scandische verdedigingslinie afstevende, waar de centrale commandopost was, van waaruit Halt, Irak en Ragnak de verdediging organiseerden. Will en Evelyn hadden de korte gevechtspauze benut om wat te eten en te drinken. Will stierf van de dorst, zowel van de spanning als vanwege het feit dat hij aan één stuk door bevelen had geroepen. Waarschijnlijk, dacht Will, was het bij Evelyn niet anders. Arnoud had al eerder al gegeten en hield te wacht. Meteen toen hij riep, liet Evelyn zich weer in haar beschermende hol zakken en de boogschutters, die er tegen de wal aanhangend hun gemak van genomen hadden, kwamen kreunend overeind, de boog alweer klaar. Ook de schilddragers hadden even rust genomen, maar namen nu hun posities weer in. Zwijgend wachtten zij af. In de gevechtspauze die nu voorbij leek, waren de mannen met pijlen weer aangevuld. Op datzelfde moment zaten de vrouwen van Hallesholm in een grote hal aan tafels nieuwe voorraden te maken. Will bestudeerde de enorme massa's ruiters die op hen afkwam. Hij had nog 75 boogschutters over, maar sommige van hen waren licht gewond. Er waren 11 mannen gesneuveld door de Temujai-pijlen en 15 anderen waren zo zwaar gewond geraakt dat ze niet veel verder konden vechten. Will schatte in dat hij 4 salvo's kon afschieten voordat de vorsten Temujai de Scandische linies zouden bereiken. Heel misschien 5. Dat betekende dus dat hij 300 pijlen kon laten neerdalen op de dicht elkaar naderende en rijdende cavaleristen. Als ze zo bleven rijden zouden er weer veel slachtoffers vallen. En als Will niet op de voorhoede, maar midden in de aanstormende massa mikte, zouden zelfs de pijlen niet ver genoeg of te ver kwamen het doel kunnen treffen. Kwart zag links vooruit, positie 3, riep hij. En zijn dodelijke machine zette zich weer in beweging. Klaar, klonk het van onder hem. Spannen, schiet, riep Will. En gebaarde Arnoud dat de schilddragers nog even moesten blijven staan. Ze werden nu nog niet aangevallen. Hoe meer tijd hij kreeg om zoveel mogelijk Temujai-ruiters te beschadigen, des te meer kans zouden ze Halt en Irak hebben om de frontale aanval op hun positie af te slaan. Nieuwe pijlen, riep hij, en wachtte rustig Evelyn's signaal af. Zodra dat kwam, vloog er volgens salvo op de vijand af.
Nog terwijl deze scherpere tandenwolk het luchtruim koos, vielen de eerste pijlen van het eerdere salvo neer tussen de ruiters. De een na de ander zag hij van zijn paard vallen. Driekwartslag links, riep hij nu. De armen van de mannen wezen naar een punt, vlak voor de dravende vijand uit, die voor hen van rechts naar links leek op te trekken. Wil riep weer welke hoogte nodig was, minder hoog deze keer, en weer schoten 75 pijlen door de lucht met dat inmiddels zo vertrouwde geluid als ze langs de bogen gleden. De ruiters gingen nu in galop en weer werd de hoek waaronder ze moesten schieten aangepast. Twee slagen links, positie 2, riep Wil, en Verliens antwoord vertelde hem dat de mannen klaar stonden. Spannen, schiet. Wil hoorde nu dat er hard gevochten werd, daar waar de voorhoede van het Himalaya op de Scandische muur van Schilden was gebotst. Hij kon nu niet meer op hun voorhoede mikken, er was te veel kans dat hij in Scandië zou raken. Een slag naar rechts, riep hij. De schutters achter hem verplaatsten hun doel zo'n 20 graden naar het zuiden, maar toen zoomde en siste het overal om hem heen van inkomende pijlen. Overal achter hem vielen boogschutters op hun knieën of erger, sommigen schreeuwden het uit van pijn en anderen zeiden helemaal niets meer, want het klonk nog veel akeliger. Schilden, schilden, riep Arnoud opgewonden, en daar kwamen de schilddragers naar voren, maar pas nadat er nog meer van hun schutters het loodje legden. Geschokken draaide Wil zich om en zag voor het eerst hoe een kleine groep ruiters zich afgesplitst had van de hoofdmacht om juist hen aan te vallen, terwijl zij vooral de hoofdmacht van de vijand in de gaten hadden gehouden. Het waren ongeveer 50 schutters, zag hij, allemaal te paard en allemaal iets een stroom van goed gemikte pijlen op hen afkomen. En achter hen aan kwam een grotere groep, gewapend met lansen en sabels. Naar voren, riep Wil, en zachtjes tegen Arnoud, snel die schilder terug zodra we die nodig hebben. De jonge recruut knikte en keek angstig toe terwijl de ruiters al schieten dichterbij kwamen. Er sloegen al pijlen in zijn eigen schild en nog meer bleven rechtop steken in de aardewal voor hem. Positie 1, schreeuwde Wil. Ze moesten recht voor zich uitschieten nu. Spannen. Klaar, hoorde Evelien in de verte. Arnoud schreeuwde dat de schilden weggetrokken moesten worden en Wil, die zowat bovenop hem stond, gaf het bevel te schieten. Haast nog voordat de pijlen onderweg waren, bevoor Arnoud de schilden weer in de oude posities te plaatsen. Maar zelfs in die korte periode vielen er nog 5 of 6 van hun mannen getroffen neer. Wil zag ineens dat alle ruiters rode insignes op hun schouders droegen. Ineens wist hij waarom de vijand plotseling veel beter en gerichter schoot. Het waren allemaal scherpschutters. Het zijn de Cahin, zei hij tegen Arnoud. Intussen duwde hij Arnoud opzij en werd snel achter elkaar 3 mannen uit het zadel te doen tuimelen, voordat Arnoud hem ruw weer terugtrok achter zijn schild. Een stuk of 6 pijlen boorden zich op datzelfde moment in hetzelfde schild. Ben je helemaal gek geworden? Riep Arnoud, maar Wil keek hem aan met ogen van die alleen maar pijn en angst uitstraalden. Maar ze doden mijn mannen, antwoordde hij, en stapte opnieuw van achter het schild vandaan, geobsedeerd door het idee dat hij persoonlijk de Timoeja scherpschutters moest tegenhouden, anders zouden ze al zijn mannen terug neerschieten. Arnoud schoot de hand, trok hem weer terug. Het heeft weinig zin om jezelf als eerste te laten vermoorden, riep hij. En langzaam maar zeker drong tot Wil door dat hij gelijk had. Klaar, riep hij vriend onder hen. Ineens besefte Wil dat ze al 3 keer geroepen had zonder dat hij reageerde. Ze vond terecht dat hij iets moest doen. Van achter Arnouds schild beoordeelde hij hun kansen en mogelijkheden. De eerste lanciers en zwaardvechters, even niet gehinderd door pijlen vanuit Wils groep, raakten als slaag met de Scandiërs die vlak voor hun borstwering stonden. Dichtbij waren her en der de eerste gevechten van man tot man begonnen. Links van hen voerde de voorhoede van de Timoyai een heftig gevecht met het centrum van de Scandische linies. In het krijgsgewoel was niet duidelijk wie aan de winnende hand was, al zal het iemand dat was. Intussen redden de Timoyai scherpschutters een korte draf op hun gemak voor de Scandische linies langs, ver uit elkaar nu, zodat zij voor Wil schutters een minder makkelijk doelwit waren. En de Timoyai namen elke gelegenheid te baat, zodra zij een gaatje in de verdediging zagen, met gerichte schoten zijn mannen of Scandische verdedigers uit te schakelen. Wil besefte dat hij op die manier het gevaar liep de helft van zijn resterende mannen te verliezen als hij nogmaals een groepschot zou organiseren. Er was maar 1 oplossing, wist hij. Hij boog zich naar beneden naar de rij boogschutters onder hem. Een rij met heel wat gaten, zag hij nu. Ieder voor zich gericht schieten, schreeuwde hij. En hij wees naar de langsdravende scherpschutters. Probeer zoveel en zo vaak mogelijk te schieten en mik vooral op die Cahin met de rode insignes op hun schouder. Dat was de enige oplossing. In elk geval zouden de Timoyai een muur van schilden blijven zien, die een heel onregelmatig een opening te zien gaf, in plaats van dat alle schilden tegelijk weggetrokken werden voor een gezamenlijk salvo. Als ze de opening al zagen,
ontstaan, moesten ze er steeds opnieuw snel op reageren. Daardoor hadden zijn mannen een betere overlevingskans. Maar het effect van zijn borstgedrukte strijd als zodanig zou ook minder zijn. Zonder zijn centrale sturing zouden er veel schoten missen. Er was nog één ding wat hij kon doen. Hij keek naar de grond voor hem om te checken of zijn eigen pijlenman nog voldoende voorraad had. Snel greep hij 4 pijlen en legde er 1 op de pees van zijn boog, terwijl hij de 3 andere tussen de vingers van zijn booghand klemde. "Let op dat met dat schild," zei hij tegen Arnoud, en deed een stap naar voren naar de borstwering, nog steeds achter het grote schild. Toen haalde hij diep adem, stapte opzij en schoot snel achter elkaar 4 pijlen af, om meteen weer terug te duiken achter het schild, toen de eerste Timur-pijlen hem om de oren vlogen. Arnoud, die over de rand van zijn schild gluurde, zag 2 van de scherpschutters uit het zadel glijden. Een 3de man kreeg een pijl zijn kuit, de 4de pijl lag nutteloos in het gras. Hij liet een bewonderend fluitje horen, dat was nog geen scherpschieten. Hij wilde dat net hardop zeggen toen hij zag hoe geconcentreerd de wil naar de vijand keek. Hij besloot hem maar het zwijgen toe te doen. Weer haalde Wil diep adem en sprong met zijn boog gespannen iets opzij, schoot zijn pijlen af en sprong even snel weer terug in de dekking van zijn vriend. Nu kon Arnoud echt pas de haast akelige precisie bewonderen die de maanden van training in de bossen rond kasteel Redmond zijn vriend opgeleverd hadden. Wil sprong steeds weer tevoorschijn, van achter het schild, en schoot soms 2, soms 3, soms maar 1 pijl af, en trof bijna steeds toe. Ook de andere boogschutters naast hen droegen hun steentje bij, maar geen van hen was zo goed en snel als de jonge jager. Bovendien werden er steeds meer getroffen door de pijlen van de Kayin, hoe goed ze zich ook probeerden te verschuilen achter hun schilddragers. De overlevenden werden steeds zenuwachtiger, steeds banger om zelf geraakt te worden. Daardoor begonnen ze te schieten zonder echt te mikken en doken meteen weer weg. "Ga eens aan mijn andere kant staan," zei Wil tegen Arnoud, die tot dan toe links van hem had gestaan. Arnoud stak zijn rechterarm door het lussen aan het schild en kroop voor Wil langs. Hij probeerde zo onregelmatig mogelijk te schieten, soms 1 en dan weer 4 pijlen. Hij wilde dat de Timuyai steeds verrast zouden worden. Nu besloot hij dat ze hem lang genoeg voor hen aan de linkerkant van het schild hadden zien opduiken. Hij pakte weer 4 pijlen en sprong nu links, ineens naar links, meteen schietend zodra hij de vijand kon zien. Weer 2 lege zadels en hij sprong weer terug achter het brede schild. Die verandering had gewerkt. Er was niemand die hem in de gaten had gehad en had teruggeschoten. Weer stapte hij naar links, schoot een pijl af en toen, eigenlijk niet wetend waarom, maar puur instinctmatig, liet hij zich op zijn handen en knieën vallen achter de aarde borstwering. En dat was maar goed ook. Hij voelde de lucht bewegen terwijl een dodelijke pijl net boven zijn hoofd langs scheerde. Arnoud zag hem vallen en dacht dat hij geraakt was. Ook hij liet zich op zijn knieën vallen. "Ben je geraakt?" vroeg hij gespannen. Wil probeerde te grijnzen, maar hij geloofde niet dat hij Arnoud overtuigde. "Nee hoor," wist hij uit te brengen. Zijn keel was kurkdroog. "Ik doe het alleen in mijn broek van angst." Ze stonden weer op, samen achter het grote schild. Ze hoorden en voelden de Timuya-pijlen tegen de voorkant kletteren. Wil voelde gewoon dat het patroon weer veranderd was. De meeste Timuya-boogschutters richtten hun pijlen op hem. Daardoor hadden zijn mannen de gelegenheid om weer een gezamenlijk salvo af te vuren, besefte Wil. Maar als de Timuya zag of hoorde dat hij daarvoor bevelen schreeuwde, zou de verrassing niet compleet zijn. "Evelien," riep hij zachtjes. Vragend keek ze vanuit haar schuilhol omhoog. "Geef jij mijn bevelen door? We gaan nog 1 salvo proberen." Ze wuifde met haar hand een teken dat ze hem begrepen had. De vijand had zich weer in een dichte kluw verzameld en richtte hun schoten nu op hem, terwijl hij steeds weer van achter het schild tevoorschijn sprong om dodelijke pijlen op hen en de kameraden af te schieten. De laatste paar minuten was er weinig weerwerk geweest van de andere schutters, dus waren bijna alle Kayi naast elkaar komen staan om samen een regen van pijlen op de gehate aanvoerder van de tegenpartij neer te laten komen. "Slag naar voren," siste Wil naar Evelien. Het meisje herhaalde het bevel, onhoorbaar voor de vijand. Even gebeurde er niets en Wil hoorde hoe de mannen onder hem begonnen uit te schelden dat ze tot ze beschaamd gehoorzaamden. 1 voor 1 namen ze hun positie in, pijlen op de boog. "Klaar," riep Evelien naar boven. "Positie 1, zei Wil. De bogen kwamen allemaal omhoog tot de pijl horizontaal recht vooruit wezen. "Spannen," siste Wil en hoorde hoe zijn bevel herhaald werd. En toen, nadat hij diep adem gehaald had, schreeuwde hij: "Schilden weg, schiet." En een fractie van een seconde later, terwijl de pijlen nog onderweg waren, hoorde hij Arnoud al roepen: "Schilden naar voren." Wil wist dat de aandacht van de Kayi hier nu even op zijn borstels gericht zouden blijven en sprong opzij. Pijl na pijl zond hij op de Timuyai af,
Het zalven was een mannentrof doel. Ze waren nog maar met een man of 50, maar er waren nog steeds erg veel paarden die met grote kracht en snelheid onontkoombaar op de ruiters afkwamen. Er vielen wel 15 levenloos van hun paarden. 5 anderen sneuvelden door de pijlen van Will zelf, voordat hij door Arnoud naar beneden geduwd werd, achter de aardewal, voordat de 10 miljard zouden terug kunnen schieten. Tientallen pijlen sloegen hard in het zand boven hen. Arnoud rolde van zijn vriend weg en sloeg het zand van zijn knieën en ellebogen. "Jij wilt zeker zo snel mogelijk dood," zuchtte hij. Will zond hem een brede grijns terug. "Ik vertrouw er heel op jouw gezond verstand," antwoordde hij. "Ik kan niet op alles en iedereen letten, toch?" Ze gingen weer staan en zagen van achter hun schild hoe wat over was van de Kain haastig wegreed tot ze buiten schot waren. Zelf bleven ze schieten, maar hun pijlen hadden nu nauwelijks effect. Will keek fronsend naar de andere strijders en wees naar het midden van hun verdedigingslinie, waar nog steeds heftig gevochten werd. "Ik denk dat we wel weer een paar salvo's kunnen wagen," zei hij tegen Arnoud. "Als de schilddragers hiernaast net als jij hun schild aan de andere arm dragen en zich een beetje omdraaien en de schudders allemaal aan de andere kant gaan staan, als ze terugschieten doen ze ons niet veel kwaad." Arnoud keek naar het slagveld en de positie van de vijand en begon te glimlachen. De resterende Kain stonden recht voor hen. Hun boogschutters konden gemakkelijk de diagonaal op de achterhoede van de andere Temuja schieten, zelfs zonder dat ze van achter de schilder tevoorschijn hoefden te komen. Vlug legden ze Evelien uit wat ze bedacht hadden. Ze vertelde het aan de boogschutters. De mannen keken omhoog naar een jonge aanvoerder en knikten dat ze het begrepen hadden. Maar Will bedacht nog iets anders. "Evelien," riep hij, ze keek vragend omhoog. "Als we begonnen zijn, dan moet jij nu zelf maar de bevelen geven. Zet ze in positie 3, een halve slag naar links en laat ze dan blijven schieten. Ik hou die vervloekte scherpschutters wel bezig." Evelien glimlachte en stak haar duim omhoog. Voorlopig hoefden ze de richting en de hoek waaronder ze schoten niet te veranderen. Alle pijlen zouden terechtkomen op de achterhoede van de hoofdmacht van de Timuyai. Dat zou Halt en Erak en Ragnak misschien wat ontlasten. "Een halve slag links, positie 3, riep Evelien onder hem. De 40 overgebleven schutters staken hun pijlen bijna recht omhoog. "Spannen, schiet." Even wachten Wil om het effect van de pijlen te zien en te checken of hoek en richting correct waren geweest. Hij zag hoe de pijlen neersloegen op de achterhoede van het vijandelijke leger en daarvoor enorme paniek zorgden. "Blijf zo schieten," riep Wil naar Evelien. Daarna draaide hij zich om en begon de Kain weer te bestoken. De scherpschutters lieten er niet bij zitten en schoten fel terug. Achter zich hoorde hij weer hoe een wolk van pijlen de lucht ingaan. Will mikte opnieuw en weer viel een ruiter met een rood insigne dood ter aarde. Hij voelde de hoop weer gloren toen hij zag dat het gedecimeerde groepje scherpschutters zich nog verder terugtrok. "Arnoud, ze vluchten," riep hij enthousiast. Hij wees naar de rij mannen met rode insignes. Het waren er nog maar 20 en ze trokken zich echt terug, zodat ze buiten schot waren. Eerst aarzelend, maar steeds sneller, tot ze in galop terugreden naar de commandopost van de Timuja aanvoerder. Will greep zijn vriend bij de arm en schudde hem blij heen en weer. "Ze geven het op," riep hij weer. Arnoud knikte, maar wees met zijn duim naar de rij Scandius onder hen. "Zij wel gelukkig, maar die daar niet." Onder hen zwermde een groep Temujai met kromme sabels, nu afgestegen van hun paarden, door een bres die ze in de rij Scandische verdedigers hadden weten te slaan.